Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier natuurlijk op Call of Duty Black Ops 3. Vandaag spelen wij een Dominee 6 tegen 6 potje, maar Frits, en ga een keertje iets anders lopen, want ik heb zo'n gevoel dat de enemies mij kennen namelijk. Dus in plaats van meteen naar het midden te gaan, gaan we eerst hier even kijken. En dan, waar de fuck is iedereen? Zit achter me. En dan pas gaan we naar het midden toe. Geen flauw idee hoe die gozer nog niet dood was, maar blijkbaar zitten zij allemaal bij de A-vlag. Al mijn teammates zijn namelijk achter me aangelopen. Ja, of dat handig was, dat weet ik dus nu niet, maar is verder niks aan te doen. Is niet erg op zich dat de enemies de A-vlag hebben. Enemy has Bravo. Alleen ze hebben nu ook B, en dat is wel een probleem natuurlijk. Ah, hij is daar gespand, hij zat mij op te wachten. Ik zat te kijken waar gaan ze spannen, weet je. Bij A, ergens bij B, ergens in het midden, waar gaan ze spannen. En het was dus gewoon fucking achterin helemaal bij A. Wat ik gewoon even niet zag aankomen. Ja, jij gaat mij challenge, ik ga jou challenge, bro. Dan houden wij het natuurlijk wel even mooi eerlijk. We moeten even kijken, want wij zijn sowieso gecounted. Nu, er komt er een aan. 3, 2, komt hij aan. 1. Komt hij. Hij zit, weet je, fuck it, doei. Ze komen sowieso nog in mijn rug, let op je rug. Oh, die vet op geluk. Oh shit, ah! Shit jongen, ze lopen, dit potje loopt een beetje raar joh. Ik weet niet precies hoe zij lopen, Losing B, dat hoor ik wel. Kut. Zit er nog eentje achter in de span. Ik roep nog mijn UAV in, oeps. Oh, dat gaat fout. Teammate, kan je me helpen? Kom eens aan, let op. Geen flauw idee of ze hier zitten te campen hoor, maar... Hey, thanks bro! Je redt mijn leven namelijk echt keihard nu. Teammate, je moet wel raak schieten met je sniper, dank je! Fucking hell joh, die vet zit te springen met zijn dringende sniper rifle. Maar hij miste letterlijk alles wat hij aan het schieten was gewoon. Hey, Spal zijn geflipt, snel deze kant op dan. Snel even naar C toe gaan nu. Oké, lekker, ik heb een rave. Lekker bezig. Gaan we het serieus doen? Oh my god. Mijn teammates zijn helemaal crazy, jongen. Die gaan gewoon die vlag pakken. Gewoon, die enemies hebben hem net gepakt. En mijn teammates springen er gewoon echt meteen op. Oh. Even met mijn taalontje wat vliegen, want jij zit daar te campen namelijk. Jij zit niet te campen, maar je wordt gekild in Hellstorm Missile. En jullie, dames en heren, zitten mijn vlag te pakken. En dat mag je doen. Maar liever niet. Ik vind het altijd zo leuk om in dit ding rond te vliegen, hè. En het is... nog best wel chill ook, moet ik zeggen. Probeer wel gewoon zo hoog mogelijk te vliegen als je kan. Want op die manier kan je eigenlijk makkelijk... die enemies killen. Dus eigenlijk gewoon hoe hoger je vliegt... je kan niet ontsnappen aan dit ding. Hoe beter het is. Alleen als zij op jou gaan schieten... dan ben je wel echt altijd gewoon meteen kapot. En Ronde zit er nu ook op. Hé, hey, dat hebben wij eens even mooi gedaan daar, hoor. Hé, hey, je leeft nog ook nog, hé. Hey. Lekker bezig, jongen. Lekker bezig, jongen. We staan 22-4 in de eerste ronde. We hebben gewoon, ja, best wel weinig kills. 22 kills. Maar... ik weet eigenlijk niet waarom. Ik heb zo'n gevoel dat mijn teammates er echt te hard gewoon op afrennen. Ze spannen non-stop dan bij A, dan bij C, dan ergens in het midden. En dan blijven we eigenlijk heen en weer rennen op die manier. Dus daardoor heb eigenlijk niemand in deze lobby, echt letterlijk niemand... heel veel kills. Wij steken er echt nog best wel hard bovenuit qua het aantal kills dat we hebben. Dus we moeten even goed gaan opletten. Ik heb ook mijn specialist klaarstaan. Dus teammates, ik denk dat we wat minder vlaggen moeten pakken, jongens. Want we pakken denk ik iets te veel vlaggen namelijk nu. Die pak ik wel, dat zijn 50 puntjes. Heb je eigenlijk ook helemaal niks aan gewoon, maar ja. Lockdown.
Ja, dan raakte ik je nogal verhard, hè, vriend. Die had hij volgens mij niet helemaal zien aankomen, die enemy. Hij poefde een beetje in zijn broek toen hij werd geraakt. Ah, kutjes, die stonden om me op te wachten, jongen. Dat was die gozer die ik daar had geraakt. Kijk maar, zie je, mijn teammate staat nu alweer op A daar, ho. De Rave die gaat wel lekker hard weer, zoals altijd. Holy shit, jongen, wat een kakcamper is dat dan. Oh, kut, hij zit er bovenin. Kan iemand hem killen? Oh, en hij killt hij mij. Wat een lucky bastard. Jongens, spannen ze nog bij A of waar spannen ze nu? Want nu hebben we weer alle vlaggen. Ze gaan... Ja, zie je, ze zit op C. Dat dacht ik al, hè. Dankjewel, jongens. Je zag me al staan wachten daar, hoor. Dat kwam omdat ik al wist dat de spawns zouden gaan flippen. Dus ik stond er eigenlijk al een beetje op te wachten. Puur omdat ik ook wist dat ze daar gewoon gingen komen. Dus dat zijn van die kleine dingetjes. Die moet je gewoon echt zien aankomen. Heb je alle drie de vlaggen? Zie je dat je hele team gewoon bij die A-vlag zit? Please. Blijf bij de C-vlag zitten. Want die spawns gaan geheid. Sowieso 100% zeker veranderen van kant. En dat zijn van die kleine dingetjes. Die moet je echt altijd in kant zitten. Goed in de gaten houden. Kutlul, die ligt daar gewoon, joh. Want anders heb je echt... Oh, dat Talon! Talon, pak hem! Anders heb je echt een probleem nou. Ik sta naar de andere kant toe rennen. Ze staan in één keer allemaal, maar ik heb gewoon allemaal in je rug. Eén keer oppakken kan, jongen. Met twee kills gaat je niet lukken. Dan lekker rave je. Lekker kudaatje. Span hier nog steeds. Snel naar binnen, doen de enemies ook naar natuurlijk. Puur omdat die rave in de lucht zit, gaan zij ook naar binnen. Is er ook van die... Oh, in mijn rug. Oh, nee, voor me zit die, joh. Dat zijn van die dingen die je ook in de gaten moet houden. Zit er bijvoorbeeld een rave in de lucht. Nu in dit geval die van mij. Dan gaan de enemies sowieso naar binnen rennen. Of gaan ze sowieso een beetje lopen campen. Dus dat soort dingen moet je altijd in de gaten gaan houden. Want ze gaan hoe dan ook. Wat je ook doet, gaan ze niet meer hun eigen speelstijl aanhouden. Puur gewoon omdat ze niet meer weten wat ze moeten doen. Door die scorestreaks. Dus dan moet je altijd bedenken van, weet je, gaan ze nu campen? Wat gaan ze doen? Sorry jongen, ik hoorde je. En als je dat soort dingen gewoon goed onthoudt, dan kan je ze ook een beetje te slim af zijn. Stond er hier net een, maar... Nu ben ik hem kwijt. Ja, we hebben gewonnen jongens, sowieso. Die enemies gaan hier niet heel veel meer... Oh, wacht, spannend nog bij aan. Oh my god, met een BRM! Serieus, daar is nog 50 kills gedropt jongens. Ik vind het helemaal mooi joh. Maak daar maar 51 van. Hoppa, 51 kills erop. Moet je nagaan. Niemand heeft echt heel veel kills gehaald in dit potje. Maar wij staan er alsnog best wel ver boven met gewoon 51-9. Met 13 defense en 4 captures. En dit potje is ook echt mega snel voorbij gegaan gewoon. De enemies hebben maar 46 punten weten binnen te slepen. En ja, dan weet je gewoon dat zo'n potje echt gewoon kort duurt. En we hebben wel gewoon twee Ravages gehaald. Die hebben veel kills gepakt. Talons hebben veel kills gepakt. Die UAV's kwamen best wel handig van pas. En aan het begin gingen we een beetje langzaam. Puur omdat ik niet echt wist hoe ik moest spelen. Maar op een gegeven moment voerden we het tempo wat op. Mijn teammates voerden het tempo ook op. En toen konden ze eigenlijk niks meer de vijanden. Dus altijd leuk om te zien. Mooi potje gespeeld. Dus ik hoop simpelweg dat jullie hebben genoten van deze video. Als je hebt genoten, ram natuurlijk zo'n kaart op like. Bedankt over het kijken, bedankt over het support. Ram natuurlijk zo'n kaart op like op als je het leuk vindt. En dan hoop ik jullie ook weer te zien bij de volgende, vorige of een andere video. Bye bye mensen.